Mijn naam is Evie Ruimaks en tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben er vandaag samen met... Met de Woed en Ginger. Hey. En ja, we zijn hier voor een setup video. Kun je laten zien waar je video's mee opneemt en wat je allemaal gebruikt en zo? Ja, maar wat wil je eens eerst zien? Wat jij gebruikt voor je video? Vertel. De rest kom jij. Maar in ieder geval, we zitten dus bij mij thuis en hier achter mij is inderdaad een greenscreen. Dit is eigenlijk de plek hoe je nu staat. De camera is heel vaak hoe ik video's opneem en zo. Maar als ik natuurlijk een parodie opneem, zit ik natuurlijk niet alleen hier. Dan ga ik ook ergens anders opnemen. Ja, want het wordt een beetje een saai video. Maar als we bijvoorbeeld een challenge doen of iets, dan doen we dat vaak gewoon hier. Zeg maar. Het is gewoon chill. Het is gewoon een chille bank, zeg maar. Hij zit toch lekker? Ja, hij zit tof, ja. Het is super. Precies. En hierachter dan een green screen, die kan je dan ook gewoon afhalen, zeg maar. Maar in ieder geval, misschien als je wat wil projecteren nu, dan kan je dat dus nu doen. Hier. Dit doe je? Oh, Sjors. Volgende. Maar in ieder geval, ik zal even laten zien waarmee ik dat opneem. Want ik heb natuurlijk een camera, want ja... Je kan gewoon met je mobiel opnemen en zo, weet je. Maar ik dacht van, de camera is iets mooier, weet je wel. Oké, dus ik heb een Sony A6300. En waarom? Ja, om te zien. Geen idee waarom. Het is gewoon een chille camera. Nee, ik had eens een andere. Maar die kon alleen maar filmen in 25 fps. En dat is... wacht, die heb ik ook hier. Wacht, die ga ik pakken. Kijk, wat is dit? Voor de mensen die even nu weten, hoe meer fps, hoe beter dat is voor de camera. Ja, nou ja, ook niet. Het is maar net wat je nodig hebt, zeg maar. Kijk, deze, dus meer. Kijk, dit is meer voor foto's, snap je? Dus deze kan niet super, super mooi filmen. Ik heb niet zo heel goede ervaring met Nikons van Nikon, zeg maar. Deze kon dus volgens mij alleen in 25 filmen, maar het is meer voor foto's, weet je? Dus ik dacht van, nou weet je, ik heb een iets betere camera nodig. Dus ik ging met YouTube ging stacken, weet je wel. Ik dacht van, dus nou, toen dacht ik van, nou, dan kan ik eindelijk een goede halen. Dus dan heb ik deze gehaald. En deze kan dus ook in 4K filmen. En deze, nice. Deze kan in 1080, deze is 4K. En nou ja, waarom? Het is meer van. Het is ook meer. Weet je, alles wordt tegenwoordig 4K, weet je wel. Dus ik dacht van, weet je wel, dan loop ik vast gewoon goed voor, weet je wel, met de tijd mee, weet toch? Ja, en je kunt makkelijk kroppen die video's. Ja, precies. Als in 4K zijn. Precies. En hij kon dus 1080, maar dan kan je dus 50 filmen, 60 filmen of zelfs 120. Dus ik dacht van, als ik dan in een parodie bijvoorbeeld een slow motion shot wil hebben, als ik ga slow motion maken met 30 of 25 frames, ja, dan krijg je super laggy beeld. En nu dacht ik van, hey, nu ziet het er gewoon super fancy uit. Dus daarom had ik deze gehaald en ik vind de beeldkwaliteit gewoon super nice, weet je wel, dus dat vond ik gewoon goed. Ja, en is het makkelijk in de hand houden. Ja, precies. Ja, nu zit er zo'n heel touwtje omheen. Maar weet je, het enige nadeel wel van deze is, heel veel mensen die vragen ook aan mij van, wat voor camera heb je dan en zo. Het nadeel is dus, het is geen klapscherm. Dus je kan niet echt vloggen, zeg maar. Ja. Kijk, je kan dus ook als we opnemen. Kijk, jij hebt een camera. Ja, ik kan mij toe draaien. Ja, kan je ding draaien. Kijk, ik kan dat dus niet. Je kan wel draaien, maar dan sloop je dat ding, zeg maar. Dat gaan we niet doen. Maar, kun je één keer doen. Ja, precies. Maar kijk, je kan dus niet gaan vloggen ofzo. Ja, kan wel. Alleen, je kan het dan niet zien. Dus dat is het nadeel. Maar als je kaart gaat vloggen, hoe vaker je het hebt, hoe het scherm je niet meer nodig. Precies. Als je toch maar naar het scherm kijken. Precies. Ja, maar ja, het is wel meer van, kijk, ik kan dus niet vloggen. Ik doe maar. Dat is toch mooi. Althans, kun je niet vloggen door de camera of door jezelf? Nee, ik vind gewoon. Een beetje vloggen. Ik vind dat soms gewoon, ja, weet je, kijk, mijn leven is niet zo boeiend, weet je. Ik dus heb het zelf. Ik heb waarom zelf, zou je gaan vloggen als je leven niet boeiend is, weet je? Ja, je kan het ook heel boeiend maken en dan mogen doen alsof je Biggie bent en zo. Maar ja, als je dat niet bent, dan kan je toch niks, weet je. Ja, klopt. Dus, weet je, maar in ieder geval, dus, toen had ik dus deze camera en toen wilde ik mijn gear gaan upgraden. Ik dacht van, oké, nu heb ik een goede camera. Toen had ik er een microfoon bij, dus heb ik een microfoon gehaald. En volgens mij is het, hoe spreek je dat uit? Rode of zo, toch? Rode. Ja. Ik haalde deze omdat zeg, zo noem ik het altijd hoor. Kijk, maar ik ben dus witte ginger, dus ik dacht ik haal een rode microfoon. Dus ik haalde deze. En deze was wel echt pauper duur trouwens. Volgens mij was het echt 200 toen ik hem haalde of zo. Maar deze is gewoon echt, echt ziek goed. Gewoon echt, no joke. Dit is wel echt een fucking goede, een hele goede aankoop. Ik heb het kleine zusje nu van opzitten. Ja. Van mijn camera. Want dit is de Pro, denk ik. Ja, dit is de Pro, ja. Ja, dat is de Go. Ja. Dus, alleen, ja. Die was volgens mij ook goed, maar ik keek video's en dacht van oké, deze klinkt gewoon top, ik moet deze gewoon hebben, klaar. Weet je, dus zo dacht ik. Snap ik. En dat dacht ik ook dus met die camera, weet je, want dit zijn gewoon dure aankopen. Maar ik dacht van als je het eenmaal hebt, weet je, dan kan je er alleen maar beter van worden en alleen maar mooie video's mee maken. En als het goed gaat lang mee. Dat hoop ik ook, ja. Tenminste, dat is wel het nadeel van deze trouwens. Als je in 4K gaat filmen, die batterij wordt dan echt zo oververhit heel snel. Zeg maar, na 20, 25 minuten, als je dan echt in 4K filmt, dan, ja, dan op een gegeven moment stopt hij met filmen, want dan wordt gewoon camera gewoon oververhit. En dat klinkt heel erg als een oh, dat is vervelend. Nou maar ja, het is. Je gaat niet een half uur tot drie kwartier video opnemen, zeg maar, dat doe ik niet, zeg maar. Snap je? Dat is gewoon kort en bondig, weet je. Oké, okay, dus... ja. Ja, maar toch, het is niet handig als je nee, camera. Maar als je 1080 filmt, kan je even een uur filmen of zo. Oké, okay, dus dan is het. Ja. Maar 4K, weet je, natuurlijk. Het is gewoon, kijk, je ziet het ook, het is echt een klein compact cameraatje. Hè? Het is gewoon, je moet het maar zelf eens even voelen. Ja. Hoe, oh. Denk.
Ja, ik zal het weten. Ik heb geen idee. Nou, dat was die 1,... Ik had gehoopt dat jij het nou zou aangeven. Nou ja, weet ik. Maar dat zien we hier in beeld, toch? Oh ja, hier zien we de specs in beeld. Ja, de specs in beeld. Precies. Nee, maar in ieder geval... Koninklijke beeld. Ja. Dus ik had dus gewoon die camera gehaald met deze en ik dacht van, nou, dat is gewoon super chill. Dus dan kan ik ook gewoon praatvideo's of dat soort dingen opnemen en parodieën. Kijk, die heb ik niet echt nodig, want daar gaan we nu namelijk naartoe. Dat is namelijk de microfoon waarmee ik de parodieën inzing. En dat is nee, niet deze. Iets anders dan die, dat inderdaad. Is niet deze, maar dat is het mooie, want die had ik namelijk, die heb ik echt al 3 jaar dan die microfoon. Ik gebruik al 3 jaar gewoon dezelfde microfoon. En het mooie is, er is een heel leuk verhaal achter. Ik zal hem eerst even pakken, ja, dan kan je zien. Ja. Dat is dus deze microfoon. Dit is een Zoom H2n. En als je ooit iets moet hebben qua geluid en qua microfoons, Zoom heeft altijd super goede portable, luister goed, portable microfoons. Kijk, deze is dus. Je kan hem niet zo in je hand houden en opnemen. Dan moet je echt ergens in pluggen, in een camera of zo. Dat kan met deze ook, want er zitten gewoon genoeg aansluitingen en alles aan de zijkant in. Maar deze is gewoon portable. Ik kan hem nu aanzetten en ik kan nu hier dingen opnemen. Ik kan een interview doen, alles. Dat is wel mooi dat je net gewoon, dat hij geen stroom nodig heeft, dat het gewoon allemaal in zit. Precies, er zitten gewoon batterijtjes in en die kan je gewoon opnemen. En het is gewoon, ik bijvoorbeeld, waarom ik hem heb gekocht? Ik speel piano, zoals... Wat? Fuck, ik hoorde wat. Ja, hij maakt... Oh, ik weet het al. Kom geluid uit. Ja, ik weet het al. Dat is omdat ik klikte op play en ik had iets opgenomen. maar in ieder geval, kijk, ik heb deze dus gehaald. Ik speelde dus over piano en ik ging wel eens naar een ruimte waar dan echt een piano stond. En dan zet ik dit ding neer en dan stel je in, nou, dit en dat en zo hard moet je dan opnemen. En dan ging ik piano opnemen. Daarvoor heb ik hem gekocht. Maar... Dat is handig. Maar ik heb er nog nooit iets mee opgenomen en geüpload. Alleen vorige week, dat is eigenlijk de allereerste keer dat ik er ooit iets mee heb geüpload wat ik qua, waarvoor ik hem eigenlijk heb gekocht. Snap je? Dus dit ding heb ik al 3 jaar. Alleen ik heb er voor de eerste keer... Wat is de reden dan dat je wel hebt opgenomen en niet hebt geüpload? Nou ja, ik ben heel kritisch op mezelf als het gaat om piano, zeg maar. Dus ik ben niet heel snel tevreden. Ook met parodieën. Ik heb meer dan de helft heb ik gewoon nooit geüpload. Dus omdat ik gewoon... Ik vond het gewoon niet goed genoeg. Ik kan een video maken. Ik kan misschien wel... ik kan een serie starten met parodieën die ik gemaakt heb, maar nooit heb geüpload. Legit. Nou, misschien een tof idee. Dat is misschien leuk voor een nieuw idee. Ja, klopt, kan ik doen. Maar het is meer zo van, ja, ik ben heel kritisch. Dus ook met piano was ik heel kritisch. En weet je, van ja, ik heb het uiteindelijk toen niet geüpload. Maar toen begon ik dus met YouTube, zeg maar. Want ik had deze dan gekocht en ik ging opnemen, maar ik had nooit geüpload. Maar toen begon ik dus met YouTube. En dacht ik van, hey, dat is wel een hele goede microfoon om mee op te nemen. Weet je, want dat is gewoon super goede kwaliteit. Dus ging ik een beetje livestreamen. Ja, precies, dat ook. Dus, en toen begon ik dus met YouTube met parodieën maken. En toen dacht ik van, deze microfoon is perfect daarvoor, weet je wel. Dus ik ging elke keer hierin inzingen en dat doe ik eigenlijk nog steeds. Dat is nog steeds de beste aankoop geweest. Ik heb hem toen gekocht voor volgens mij 189 of zo. Valt op zich helemaal mee. Maar dit is zeg maar, het is geen top studio kwaliteit, maar het is echt goed. Maar voor waar je hem nodig hebt. Ja, dat is perfect. Perfect. Nou, in ieder geval, we hebben dus ook 2 lampen, 2 softboxen. Gewoon, volgens mij zijn het gewoon de standaard softboxen, zeg maar, elke YouTuber heeft gewoon diezelfde, zeg maar. En die kan je nu niet echt laten zien, maar dat zie je hier dan misschien wel in beeld gewoon. Ik zet wel een keer in screen. Precies. Ik vind wel, als je een YouTuber bent en je gaat zo'n video maken als dit, weet je wel, op zo'n bank. Als we nu die softboxen zouden uitzetten, zou je het eigenlijk gewoon laten zien. Het is toch anders. Ja, kijk, je ziet het gewoon veel donkerder en ik vind gewoon, kijk, het zorgt er niet voor dat je video gelijk, oh, het is helemaal geweldig nu, maar het geeft voor een klein beetje elan, waardoor je video toch wat beter nog uitziet, weet je. Natuurlijk kan je met filters eroverheen gaan doen, maar als je ze aanzet, gewoon zo, het ziet er gewoon zoveel beter uit, weet je. Plus, de eerste keer is nou ook veel effener, dus nu is het veel makkelijker. Ja, precies. Als je inderdaad die softboxen uitzet en je gaat er iets op projecteren, dan ziet het er helemaal niet uit waarschijnlijk. Nee. En nu ziet het gewoon top uit. Hoop ik. Toch, Sjors? Nee. Maar in ieder geval. Dus dat heb ik dus laten zien. Mijn camera, mijn microfoon die erop zit. En mijn microfoon waar ik mee opneem. En mijn oude camera. Maar nu gaan we dus naar... mijn greenscreen. Die heb ik ook. Ja, dit is trouwens leuk. Dit is mijn allereerste aankoop geweest van mijn YouTube geld. Oh, echt? Serieus? Ja, allereerste aankoop geweest. En die was volgens mij €40 of zo. En nu heb ik zelfs een serie op mijn kanaal. Raad de plek. Ik weet niet of je het kent. Ja, die ken ik. Ja. En dan, daar maak ik dus effectief gebruik van dit greenscreen. En dat is gewoon super grappig. Want het is heel simpel om dan daar iets op te projecteren gewoon. Net als wat jij nu doet waarschijnlijk of hebt gedaan. Dan weet je, en in combinatie met die softbox en het greenscreen zorgt er gewoon voor dat je dan ook echt een leuk concept kan neerzetten, weet je al? Ja, dat als je ziet, mensen weten niet wat hier op komt te staan. Precies. Ja. En misschien binnenkort, jongens, zal ik wel even laten zien hoe je zelf zo'n greenscreen kan maken. Want eigenlijk is best wel eenvoudig. Je kan er zelf in maken, serieus? Ja, tuurlijk. Weet je ook altijd zoveel moeite mee hebben om zo'n ding op te klappen, jongen? Echt in te klappen, weet je al? Eigenlijk zou je dan moeten laten zien hoe jij meet. Ja, nee, dat gaan we niet doen, jongen. Dan krijg je een video van 2 uur. Heb je wel dikke watchtime?
grappig. Oké, nu gaan we naar mijn... Ik heb ook al moeite met dingen klappen, toch? Oké, nu gaan we naar mijn stabilizer. En dit is een Zion Crane, en dat is versie 1, zeg maar niet. Je hebt ook een nieuwe, dat heet versie 2, maar dit is gewoon de oude, weet je wel. Ik ben we zijn van 1 naar 2 gegaan. Ja, niet naar 3. Het is niet zoals Windows. Het is niet zoals Windows, precies wat ik net zeggen. Maar in ieder geval deze, deze is echt super chill. Dit is, denk ik, kijk, ken je DJI? Zeker. Van drones en zo. Ja. Je hebt dus ook DJI Ronin, weet je wel, stabilizers. Precies, DJI Osmo heb je ook stabilizers van. Die zijn best wel prijzig, maar perfect. Vind ik, hè? Ze zijn echt heel goed. Ja, maar ik dacht van, ik wil een stabilizer, maar ik wil er niet al te veel geld voor uitgeven. Dus ik had eerst zo eentje gezien die je dan zo vasthoudt aan zo'n staaf, weet je wel. Ja, die dingen zijn misschien tussen de 100 en 300 euro. Maar die vond ik nou niet super, weet je wel. Ik vond dat niet zo chill. Ik dacht van, weet je wel, dus toen zag ik deze. En deze was toen volgens mij 689 of zo. Maar deze is echt... Prijskwaliteit is echt top. Volgens mij gelijk een mooie case al. Precies. Volgens mij gebruikt Ivar de Grootse ook voor zijn clips. Mm-hmm. Ik weet niet, misschien kennen jullie ze wel. Ja, ik wel. Deze stabilizer is dus. Kijk, jij hem gewoon zo vast. Ja, hij staat natuurlijk niet aan. Dus mechanische shit en zo. Je gooit gewoon batterijen in. Alles zit erbij in een koffer en alles. En je kan gewoon. Waarschijnlijk kan jouw camera er ook wel op. Maar dat wordt niet aangeraden. Het wordt echt voor kleinere camera's. Mm. Zoals die van mij, weet je wel. Die systeemcamera. En dan, ja, want anders wordt het te zwaar, weet je wel. Dus, ja, dan heeft hij moeite. Precies, en je kan zulke mooie beelden hiermee schieten en dat blijft allemaal stabiel staan. Dat is echt perfect en dat is gewoon echt super chill. Dus ik heb deze ook gehaald vooral om parodie eigenlijk nog net iets beter te maken. Bijvoorbeeld Habiba. Die kan je misschien nu een klein stukje van Habiba gewoon op aanzetten. Met geluid, ik moet zeggen, maar niet uit. Maar dan zie je ook gewoon in het beeld dat het veel stabieler is. Kijk, als je dan uit de hand filmt, ziet het ook goed uit. Alleen, ik dacht van, ja, weet je, als je toch... Kijk, ik wilde me echt specialiseren in die clips, weet je wel. Dus ik dacht, ik ga gewoon een stabilizer halen. Want dan wordt het net iets beter, weet je wel. En dacht van, nou, ik hou ervan om te investeren. Ik hou er juist van om te investeren om het beter te maken, weet je wel. Kijk, je kan ook een YouTuber zijn en geld verdienen en dan op vakantie gaan. Leuk. Alleen ik denk van juist, je moet juist investeren in je bedrijf of in je YouTube. Om daar nog betere video's van te kunnen maken. Want dan heb je er en meer plezier aan. En de kwaliteit wordt beter. De kijkers kunnen dat waarderen, weet je wel. Dus op die manier wordt het allemaal veel beter. En, weet je, ja, dus ik zou het helemaal mee eens. Nou, ik geef gewoon een box daarvoor. Helemaal eens. Nu gaan we naar het volgende wat ik heb namelijk. Hoe spannend. En dat is namelijk, ik kan hem een statief laten zien, maar die is totaal niet boeiend. Het is gewoon een statief. Statief, de Hama Star 93, die elke YouTuber bijna heeft. Komt hij boven. Maar jij niet volgens mij, je hebt een andere. Nee, ik heb een marktplaats. Oké, ja, dat kan ook. Maar we gaan nu naar het volgende, wat ik namelijk heb, let op. Wat komt er naast de bank? Ik heb nu hier, dit is de DJI Phantom. Dat is een drone, weet je wel. Yes. We hadden het net over DJI. En deze heb ik eigenlijk niet zo super gek vaak gebruikt. Maar ja, ik doe even zo. En, jawel. En deze heb ik wel eens gebruikt voor parodieën, zeg maar. Maar niet super vaak. En ik zit nog te denken om hier in de zomer veel meer mee te gaan doen. Ik heb ook nog, en die heb ik hier nu niet helaas, als een race drone. Maar goed, in ieder geval, ik zal eens even deze laten zien. Deze film is ook in 4K. Mm-hmm. En dit heb ik heel veel meer gebruikt om gewoon rond te vliegen. Nee, 2 jaar geleden of zo heb ik hem gehaald. En dat is gewoon leuk om dan gewoon een beetje mee te spelen. Ja. Maar ik heb er eigenlijk op YouTube gebied nog niet iets super serieus mee gedaan of zo. Weet je, als je met die hele goede slow motion beelden kan maken. Niet als drone zijnde, maar gewoon vasthouden. Ja. Gewoon de kop vastpakken en dan gewoon lopend. Klopt. Zo hebben we al een keer opnames gemaakt. Die bij de glasjakkers hebben we trouwens gezien. Super tof werkte. En gewoon zo. Ja, heb ik ook een keer gedaan. Echt heel makkelijk. Ja. Klopt, heb ik ook een keertje gedaan. Ik moest een keer een video maken, een video van een open dag ergens. Heb ik hem ook inderdaad, kijk, het was bij een open dag. Ik ging buiten vliegen en filmen, dat was superleuk. Maar toen gingen we dus ook naar binnen en dacht van ja, ik ga niet daar binnen vliegen, weet je wel. Dus hield ik hem gewoon in mijn handen inderdaad, precies dat gewoon. Ja, super tof. Maar het is ook echt leuk zo'n ding hoor, gewoon om te besturen en zo, weet je. Dat is gewoon geweldig. En ik zit nog te denken om in de zomer daar wel meer mee te gaan doen. Maar ook bijvoorbeeld, ik heb een race drone, maar die heb ik niet hier. Dat ding gaat echt 150 km per uur, dat is echt niet gezond. Dat is hard. Dat ding gaat echt heel hard. Maar die kan je dus gewoon zeg maar, laten opstijgen en dan gewoon bijvoorbeeld, je kan er iets aan vastbinden of iets aan doen en dan kan je daar dus wel in serie, zeg maar. Nee, maar dat ding gaat echt hard, dat heeft kracht jongen, dat is echt niet normaal. Als je gewoon op gas, dat ding gaat woem, weet je wel, en echt, dat gaat super super hard. Maar, ja even denken. Het zien er mooie spullen uit. Ja, het is echt mooi shit. Je ziet het in de video's terug natuurlijk. Maar ook video's gesproken. Kun je uitleggen wat je eigenlijk voor video's maakt op jouw kanaal? Wat doe jij voor video's? Hoe ben je een beetje begonnen? Nou, ik begon eigenlijk met... dat is wel grappig, want die vraag heb ik al vaker ook gehad. En dan zeg ik ook van, ja, ik maak parodieën. Maar eigenlijk waar het begonnen is ik was eerst een game kanaal. Ik speelde heel veel League of Legends.
Zo'n strategiespel. En ik werd op een gegeven moment wat beter in. En toen dacht ik van, nou weet je wat? Wat nou als ik een YouTube kanaal maak waarin ik mensen ga lesgeven? Dus ik ga informatieve video's maken over dat spel. Hoe kan je goed worden? Hoe ga je om met stress? Dat soort dingen, weet je wel? Ja, ja. Dus ik was ermee bezig en het werd eigenlijk amper bekeken. En toen dacht ik van, nou weet je, misschien is dit toch ook niet helemaal wat ik wil. En ik ga toch iets anders proberen. En toen begon ik dus met Happy Wheel video's, weet je wel, die standaard shit gewoon. En toen begon ik een beetje met sketches te maken. Toen dacht ik bij die sketches van, hey, dit is eigenlijk best wel leuk. Want heel veel mensen die gingen dan reageren onder wat ik dan bijvoorbeeld moest doen als nieuwe sketch en zo. Toen had ik echt interactie, weet je wel. Ik dacht van, hey, dat is echt super leuk. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Want normaal upload ik een video en dan werd er wel eens naar gekeken. Maar dan verder geen reactie of wat dan ook. Dus toen liep ik ergens stage. En tijdens die stage werd er tegen mij gezegd, de directeur gaat op pensioen. Dus ik dacht van, oké, dat is leuk. Ja, of juist niet. Ligt aan de directeur. Vriendin, heb jij misschien een leuk idee wat we zouden kunnen doen om afscheid te nemen of zo? Toen dacht ik van, weet je wat? We gaan gewoon een parodie schrijven op een bekend nummer. Dus, wij op Hello van Adele. Toen was toen een hit. Ja. Daar heb ik een parodie geschreven. En heb een clip bij gemaakt en ingezongen. En dat was eigenlijk de allereerste parodie die ik ooit heb gemaakt. Had ik niet live opgevoerd, maar die hadden we toen bij het afscheid op het hele grote scherm, zo'n bioscoopscherm, afgebeeld. Nou, die zaal lag helemaal plat en ik stond aan de zijkant te kijken hoe die zaal erop reageerde. En iedereen moest helemaal lachen en geweldig. En toen dacht ik echt bij mezelf van, ik vond het zo leuk om te maken en mensen vonden het helemaal geweldig. En ondertussen was ik ook bezig met YouTube. Wat nou als ik zoiets op YouTube ga doen? Connecties. Precies. Dus, maar toen dacht ik van, ja, weet je, ik ga niet over die directeur op YouTube zetten, want niemand kent die directeur. Maar wat nou als ik een parodie maak over YouTubers? Dus toen had ik een liedje geschreven en dat moest dan eigenlijk een YouTube liedje worden over YouTubers. Maar toen dacht ik van, weet je wat, nou als ik gewoon één YouTuber gewoon pak, weet je. Als ik pak gewoon Enzo Knol, dan gewoon niks scheid, weet je wel. Dan had ik daar een parodie op gemaakt. Nou, dat is echt de meest cringy parodie die ik ooit heb gemaakt. Maar ik dacht van, weet je wat, boeien, ik heb hem gewoon online gegooid en dat werd helemaal succesvol. En toen begon ik over Joffrey van Tube Total. Hey, shout-out naar Joffrey. Hey. En daar heb ik ook een parodie op gemaakt. En toen werd tegen mij gezegd in de comments, echt soms honderden of duizenden comments, van maak een parodie over die. Nou, toen dacht ik van, weet je wat, boeien, gewoon let's go. Dus nou, heb ik al heel veel parodieën gemaakt. En toen kreeg ik wel wat drukker op school, dus toen moest ik ook wat minder tijd investeren in YouTube, zeg maar. Want een parodie maken, mensen onderschatten het. Ik heb er eigenlijk amper wat aan verdiend, aan die parodieën, want al die muziek werd gewoon gelijk geclaimd. Ik maak gewoon gebruik van de instrumentals, dus daar heb je gewoon niks aan. Dus die illusie is ook al de wereld uit, zeg maar. Dus ik dacht van, ja, weet je wat, een parodie kost echt heel veel tijd. Een tekst schrijven. Kun je een tijdindicatie geven? Nou, ik uploadde iedere zondag om 12 uur toen een parodie. Mm-hmm. En elke week deed ik dat, maar ik was dan, je moet je voorstellen dat ik dan, hè, het was zondagochtend, ik uploadde hem om 12 uur, ik upload. En toen was ik geüpload en echt heel veel mensen vonden hem helemaal geweldig. Toen zat ik al na te denken, ik kon namelijk niet op dat moment genieten van, oh, hij staat online, ik ga hem ook even kijken, ik ga reacties lezen. Ik zat nu alweer dan in mijn hoofd, je moet volgende week moet ik er weer in hebben, snap je? En niet van moet, maar meer van, ik vond het ook echt legit echt wel leuk. Alleen, ik overwerkte misschien mezelf weer, snap je? Dus dan had ik misschien juist om de twee weken moeten doen. Maar ik vond het ook echt leuk. Ook de spanning juist van, oké, nu ga ik weer de aankomende week weer hard werken voor een project om zondag weer iets af te hebben, weet je? Het gaf juist ook weer motivatie, weet je wel? Ja, maar op een gegeven moment, stress, school zo dan. Ja, op een gegeven moment kon ik het niet meer combineren met school. En toen begon ik ook andere video's te maken, weet je wel, reactievideo's of sketches weer, of weet je wel, dat soort dingetjes, of challenges of whatever. En dat is ook leuk, alleen, zeg maar, ja, weet je, als ik alleen maar parodieën zou blijven uploaden, dan had ik op een gegeven moment misschien soms een maand geen video. Ja. Snap je? En dan dacht ik van, ja, ik moet wel gewoon ook blijven uploaden, want ik vind andere dingen ook leuk om te doen. Weet je, ook zoals zo'n video als dit maken, vind ik ook gewoon leuk om te doen, weet je wel? Dus het is meer van, het hoeft niet altijd alleen maar een parodie te zijn. En dus op een gegeven moment kreeg ik het heel druk op school en ook met afstuderen. En nu ben ik net afgestudeerd, maak je school af. Maak je school af, ja. En trouwens, misschien een kleine spoiler, ik ben bezig met een liedje dat je je school af moet maken, een parodie. Dus mensen die van parodies houden. Ja. Linkje staat trouwens in de beschrijving, dan kun je gewoon alle video's bekijken. Gang gang. Maar weet je, dus het is gewoon belangrijk ook gewoon dat je gewoon doet wat je leuk vindt ook, weet je wel. Kijk, wat ik al zei dus, en nu ik dit helemaal zo heb verteld. Het is niet zo dat ik dacht, oké, wacht, ik wil views, ik ga een parodie maken over dat of zo, weet je wel. Nee, het is erin gesleten, weet je wel. Echt zo van, oké, ik maak eerst een parodie bij mijn stage en dan dacht ik van, hé, wat nou als ik dat daar doe? Het is echt een proces geweest. Ik dacht niet van, hoe kan ik zo snel mogelijk zoveel mogelijk kijkers krijgen of zo, helemaal niet. Snap je? Ik denk als je dat nou juist gaat denken, van hoe kan ik zo snel mogelijk dat mensen echt gewoon, dat nou eens niet gaat werken. Precies. Ik zou je nog sterker vertellen,
ik keek dan die video, zeg maar, die ik dan net had geüpload al, toen, hè, echt 2 jaar geleden. Ik uploadde dan de video en ik kreeg die comments af en toe doorheen. En toen vertelde iemand, ook een YouTuber mij toen een keer, dat je je real-time kan bekijken. Zeg maar, dus hoeveel mensen op dat moment live kijken. Ik wist niet eens dat dat kon, zeg maar. Ik had toen echt sommige video's, die gingen echt, echt heel hard. En ik had dat niet eens door, zeg maar, weet je. Want als ik aan het einde van de week, toen was ik zo druk bezig met zo'n parodie maken, dat ik aan het einde van de week die andere uploaden. Ik keek zo van, oh, hoe is die andere nog ontvangen, die van vorige week? En dan zag ik soms 100.000 staan. Dan dacht ik echt zo van, wow, dat is echt heel veel. Maar ik heb dat niet eens door gehad, zeg maar, weet je wel. Dus dat is wel van, jammer, inderdaad. Ja, maar aan de andere kant was het wel weer iedere keer dat ik gewoon elke week was zo druk bezig. Ik hield me daar niet eens mee bezig, zeg maar. Weet je wel, als je daar alleen maar mee bezig bent, doe je het dan nog wel omdat je het leuk vindt? Of doe je dat alleen maar om een getalletje te zien, weet je wel? Ja, boeien. Ja, dat kun je natuurlijk al vragen. Ja, precies. Dus het is gewoon vooral, die parodieën zijn gewoon echt heel leuk om te maken. Maar ook gewoon vooral met een groep, dan dat te filmen of weet je wel, dat op te zetten en dan ideeën te bedenken. Of weet je wel, dat is gewoon de creativiteit die erachter zit, weet je wel. Niet, dus eigenlijk in het kort is meer wat jouw drive is eigenlijk voor YouTube. Je creativiteit gewoon de vrije loop laten gaan. Tuurlijk. Met vrienden gewoon gezellig bezig zijn. Ja. Eigenlijk gewoon meer lol hebben als zijnde naar de cijfers kijken. Precies, kijk, mijn doel... Dat is ook wel een goede tip dan voor de YouTubers die dit kijken, die graag willen... bekend willen worden. Nou ja, kijk, mijn doel met YouTube in het begin was eerst informatieve video's maken over die games. Nou, dat is uiteindelijk niet echt iets geworden of zo. En toen ik dan met die parodieën begon, was mijn doel juist om mijn creativiteit en musicaliteit te kunnen delen. En dat is dat wat is, ik doe en wat ik nog steeds doe. Dat snap je? Dat is gelukt, kan ik zeggen. Dus precies, kijk, weet je, net als wat jij, als jij met doel hebt, misschien om juist mensen te informeren over wat andere YouTubers voor setup hebben, wat voor apparatuur ze gebruiken. Ja. En als je dat leuk vindt en geïnteresseerd erin bent, dan heb je daar ook voldoening aan. Of voldoening uit, hou je daarvan. Precies, maar weet je, dan ben je er toch al, weet je. Ik vind het gewoon leuk om een parodie te schrijven. En wat boeit mij dat nou of die nou 100 keer wordt bekeken of 100.000 keer? Ik vind het toch fucking leuk om gewoon te maken, dus ik doe dat gewoon, weet je. En ik scheid. Ja, nou, dat draait natuurlijk wel om, ja. Net zoals ik dat toen deed voor die zaal waar toen 50 man zaten, weet je. Dat vond ik ook leuk om te doen. Ja. Dus, Ik geloof goed. En stel je zou nou wel kiezen, want ik heb altijd in deze video een dilemma. Ja. Stel je zou nou wel kiezen of geen muziekvideo's meer maken. Ja. Dus geen parodieën bijvoorbeeld meer. Of, laat ik dan zeggen, geen parodieën meer maken of niks muziek gerelateerd. Oeh. Dus als je echt een keuze moet maken, bijvoorbeeld al je piano-video's bijvoorbeeld gewoon weg, of de parodieën niet meer. Ja, want ik heb ook zo'n serie, hè, Raad het lied, dat een pianospeel. Ja, die mag ik niet meer. Dat vind ik lastig. Kijk, ik heb nu afgelopen tijd wat minder parodieën geüpload, omdat ik al zei, parodieën ben ik soms echt een week mee bezig met tekst schrijven, clipfilmen, editen, inzingen, weet je, bewerken van je stem, et cetera. Ben je gewoon lang mee bezig. Maar ja, ik weet niet, ik vind het eigenlijk best wel lastig. Dat is een stomme vraag. Het is een dilemma ook. Ja, dat is ook wel een dilemma inderdaad. Maar ja, ik weet het niet. Ik denk wel gewoon dat ik gewoon parodieën wil blijven maken, zeg maar. Weet je? Dat is ook gewoon waar ik begonnen ben. En wat ik... Kijk, voorheen deed ik het iedere week. Maar nu doe ik het soms echt 1 keer in de maand. Soms 1 keer in de 2 maanden. Maar boeiend, weet je. Tuurlijk is het voor kijkers soms zeggen ze, wanneer komt er weer een parodie? Dan denken ze van, ja, ik wil dat kunnen doen. Maar ik heb afgelopen tijd heb ik gewoon zo weinig tijd gehad, weet je al. En dan wil je gewoon toch je parodieën blijven maken. Maar ja, als dat niet kan, dan houdt het op. En dan wil je gewoon uiteindelijk toch wel weer terug daarnaar, weet je wel. Ik wil wel weer terug naar gewoon parodie. En misschien niet iedere week, want dat was ook echt gewoon... Ik moet je vertellen, jongen, echt, ik had toen ook echt wel een team om me heen, zeg maar. Gewoon echt met mensen die me hielpen met schrijven, hielpen met uitdenken van de clips, weet je. En ja, nu zijn we 2 jaar verder, weet je. En contacten zijn ook een beetje verwaterd. En dan moet je toch, zeg maar, als je dan weer die parodie wil gaan oppakken, moet je toch kijken van, oké, weet je wel, ga je dan weer zo'n teamje vormen, of weet je wel. Dus dat is gewoon een beetje een lastig overweging, weet je wel. Maar ik wil wel gewoon weer parodieën blijven maken, maar hoeveel en wanneer en hoe vaak, ja, weet je. Zolang het leuk blijft inderdaad. Dan... Precies, ja. Maar het is ook meer van, kijk, het moet ook leuke liedjes zijn, hè. Kijk, ik maak dus niet een parodie om een parodie te maken, maar ook bijvoorbeeld, Habiba was toen uit. Ik vond Habiba een super chill nummer. Toen dacht ik van, nou, weet je wat, ik maak er een parodie op. En dat werd ook gewoon super goed ontvangen. En het is dus niet zo dat ik nu zit van, elke week een parodie. Oh, welk nummer is nu trending? Oh, dan ga ik daar een parodie op maken. Nee, welk nummer klinkt gewoon chill. Ik heb misschien wel 30 parodieën gemaakt met liedjes die voor 2010 zijn uitgebracht. Snap je? Allemaal nummers. Zelfs liedjes uit 1999 heb ik een parodie op gemaakt. Ja, dat kan ook nog leuk zijn. Snap je? Precies. Maar dat is gewoon meer omdat ik gewoon die nummers zijn gewoon super catchy. Bijvoorbeeld van PSI, weet je wel, van Gangnam Style. Oh, ja, ja. Bijvoorbeeld, of nee, niet Gangnam Style, maar Daddy bijvoorbeeld. Dat is echt 2011, 2012 of zo, weet ik veel wanneer dat allemaal is. Allemaal oude troep, zeg maar. Ja, rustig troep, maar... rustig aan, hè. Volgens mij leeftijdscategorie, hè. We zijn oud. Oud op YouTube. Ja, precies. Hij zijn oudere YouTubers dan dus, Ja, precies. Maar wij zijn wel volwassen. En doen alsof.
Nee, maar kijk, weet je wat belangrijk is? Ga gewoon naar school. Moreel van het verhaal. Moraal toch? Van het verhaal. Nee, dat maakt niet uit. Oké, we stoppen hier maar. Het is klaar. Ja. Wil je trouwens meer weten van Franklin, ofwel Richard Jensen? Kijk dan even in de videobeschrijving, dan kun je natuurlijk alle informatie zeggen. Dat zou ik zeggen. Wat? Houdoe. Oh, dat is de afsluiting. Ja, weet je, ik zeg nooit houdoe. Ik zal altijd gewoon, laat daar. Ja, dat is ook Brabants. Oh ja, dat is Brabants. Ja, ik speel geen Brabants, want ik speel geen Brabants. Oh, je kunt het ook spelen. Het is een nieuw bordspel ja. Vanaf morgen wordt te kopen in de winkel. En abonneer even op deze boy. En we gaan ook voor mijn kanaal nog een video opnemen. Oh ja, zeker. Ja, die staat ook in de beschrijving. Nice. Hey. En dan laat in de comments achter wat Dennis vanavond moet eten. Kom maar. Dennis. Laat me binnen. Gaan we in rennen. Nou, dit is Dennis. Hoi, ik ook hier. Dit is mijn Apple Watch. De Apple Watch Series 3. Een review. Moet nou, dan gaan wegblurren, reclame maken. Oh, het is al zover. Dus laat achter in de comments wat Dennis vanavond moet eten. Alsjeblieft.